Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een, een laag drukgebiedje boven ons land met daaromheen heel veel buien. En die buien hebben van tijd tot tijd een winters karakter. Hagel en natte sneeuw zitten erbij, en ook onweer kan voorkomen. Dat betekent dat het tijdens buien kortstondig glad is en ook nog steeds behoorlijk fris. Vanochtend temperaturen van een graad of 4, vanmiddag komen we op een graad of 8 uit. Die buien blijven, tussen de buien door af en toe wat zonneschijn is het wat vriendelijker. Maar het is buiten gewoon echt koud, want 8 graden is al veel te fris. En de wind maakt het voor het gevoel ook nog eens een keer een stuk kouder. Vanavond weinig verandering, hoewel het aantal buien misschien iets afneemt. Maar verder nog altijd, dus wisselvallig weer. Koud weer ook met aanhoudend vrij veel wind, vooral langs de kust. Morgen is het verhaal eigenlijk niet veel anders. Het wordt 9 of 10 graden, er vallen buien, hagel, onweer, natte sneeuw, is nog altijd mogelijk. En tussen de buien door af en toe wat zon, wel iets minder wind. En zeker in de loop van de dag wordt het allemaal net iets rustiger. Dan de dagen die volgen. Donderdag, vrijdag en zaterdag. pluspunt is dat de temperatuur iets uit de dal klimt. We gaan naar een graad of 12. Maar verder blijft het wisselvallig. Af en toe zon. Soms ook buien. De kans op onweer, hagel en natte sneeuw neemt wel af. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.